En hallo daar gasten, welkom bij het kanaal van Team Dief. Ik ben Michael, oftewel Ultimate Gamer. Ben 15 jaar, woon in de provincie Groningen. Ik kom er ook vandaan. Dus ik kom dus gewoon uit de provincie Groningen. Maar in ieder geval, zoals jullie op achtergrond zien, het is een Modern Warfare 3 gameplaytje van een paar weekjes geleden. Het was namelijk een MOAB op de map terminal. Ik speelde eerst hier met een ACR class, zoals je ziet. Maar later ga ik overswitchen naar de MP7 class en op een duur haal ik mijn MOAB. En het is echt heel veel geluk met de MOAB. Ik ging echt net niet dood op het eind. Ik zat in ammo nood, dus maar ik ga in ieder geval nog een paar keer dood voordat ik mijn MOAB ga halen. Ik ga iets nog van 7 keer dood eerst ongeveer. En dan haal ik mijn MOAB op een duur. En ik zal mijn class setup even in het einde van de video laten zien welke class ik had gebruikt. En dan kunnen jullie die ook gaan gebruiken als jullie het een keer willen. Ik zou zeggen, probeer de class gewoon eens een keer uit. Maar in ieder geval, het was dus gewoon een MW3 Terminal MOAB'je. En ja. Maar daar voor de rest niet meer over. Ik ga het over twee onderwerpen hebben. Nou, eigenlijk is één is maar een onderwerp. En het eerste onderwerp is van wat voor raar land is Nederland nou eigenlijk. Nou, het is gewoon een fucking raar land. Daar ga ik het zo met jullie over hebben. En ik ga het met jullie over hebben wat voor soort gamer ik nou eigenlijk ben. Wat voor games hou ik van? What the fuck, waar hou je van? Wat voor games? Hou je van, weet ik veel, shooters, weet ik veel wat voor dingen je allemaal nog meer hebt, RPG, al dat soort dingen. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst over het onderwerpje hebben. Wat voor raar land is Nederland nou eigenlijk? Nou, ik vind het een super raar land. Je mag eigenlijk niet zoveel hier, want het is echt super raar. Het eerste wat ik heel raar vind in Nederland is, je wordt bijvoorbeeld overvallen en dan wil je jezelf gaan verdedigen. Maar dat mag niet in Nederland. Dat is fucking raar. Je moet dus de politie gaan bellen als je overvallen wordt. En dan moet je gewoon rustig gaan zitten met die overvallen. Van, hey, wil je een kopje thee erbij? Of wil je een koekje? Weet ik het wat je allemaal wil. Ik heb ook nog wel wat cola als je dat wil. Maar in ieder geval, ik bel de politie even omdat jij mij aan het overvallen bent. Dus even wachten, hè. Want ik bel de politie even. En ze gaan je zo even oppakken. Want dat slaat toch helemaal nergens op. Je moet dus gewoon die overvallen laten gaan van, hey, overval me maar. Je mag me gerust overvallen hoor. Ik doe niks. Ik laat jou gewoon mijn spullen meenemen. En dan zie ik jou misschien ooit nog wel een keer weer. Ik ga de politie even bellen. Maar dat slaat toch nergens op. Je moet jezelf toch kunnen verdedigen. Je moet hem dan toch een beste knal voor zijn bek geven. Of je hebt een hongbalknuppel onder je bed liggen. En daar sla je mee half dood of zo. Weet ik veel. Maar dat mag niet in Nederland. Het valt me op, volgens mij mag het in Amerika wel. Dan mag je wel zelfverdediging doen als je overvallen wordt of wat dan ook. Of je bestolen wordt op straat of zo. Dan mag je jezelf verdedigen, maar in Nederland mag dat niet. Nou, dat is dus één ding wat ik fucking raar vind in Nederland. Het tweede wat ik fucking raar vind in Nederland is van, je mag geen vuurwerk afsteken, zeg maar, als het niet oud en nieuw is. Bijvoorbeeld op 1 maart, je mag geen vuurwerk afsteken. Ik vind dat best dom. Het is ook best wel een beetje logisch, maar laat mensen gewoon als ze even een keer zin hebben om lekker te knallen, even lekker vuurwerk afsteken. En dan is het ook zelfs nog een rotjes wat je hier mag afsteken, dat mag. Alleen ook met oud en nieuw, niet op 1 maart. Maar wat ik ook fucking dom vind, je mag geen illegaal vuurwerk hebben. Je mag bijvoorbeeld geen nitraten of Cobra 6 hebben hier ofzo. Dat vind ik super jammer, want dat is het leukste vuurwerk wat er is. Dat is mooi, dat het knalt lekker hard. Lawinepijlen zijn ook super chill. Mag je allemaal niet hebben eigenlijk. Natuurlijk, de meeste mensen hebben het wel, maar je mag die niet hebben. Ik vind dat fucking dom eigenlijk. Ik vind dat, ja, en ik vind het ook gewoon super stom dat je hier geen vuurwerk af mag steken buiten oud en nieuw. Dat vind ik niet leuk. Laat gewoon mensen vuurwerk afsteken wanneer ze het willen. Want volgens mij, in Duitsland en België mag dat ook. En Duitsland, België en Nederland is gewoon één Europa toch? Dan mag het ook, maar hier weer niet. Want, ja, het is gewoon fucking dom. Maar ja, daar meer niet over. Daar gaan we volgende keer wel een keer over hebben. Of misschien ooit wel een keer nog een keer op mijn kanaal of zo. Trouwens, alvast de linkje staat in de beschrijving als je ook eens een keer mijn kanaal wil bekijken. Maar in ieder geval, nog iets raars hier in Nederland is, ja, het is eigenlijk ook weer niet raar, maar hoe heet het? In Duitsland hebben ze geen wegenbelasting. Dat is best wel chill, maar die wegen zijn ook super verrot. En in Nederland heb je wel super wegenbelasting. Is ook super duur hier. En ja, je hoeft ook geen, in Duitsland hoef je volgens mij ook niet, hoe heet het, belasting over je auto te betalen, hoe heet het? Dat je zeg maar, autobelasting ofzo. Ik weet niet meer, volgens mij zeg ik het goed, maar ik weet het niet zeker hoor. Dus ik zou zeggen, corrigeer me even hier in de comments, want ik weet het niet. Dus
Volgens mij autobelasting, ik weet het niet. Maar dat maakt het niet uit. In ieder geval, dat vind ik de raarste dingen hier in Nederland, wat ik net heb opgenoemd. Nou, het laatste was niet zo heel erg raar, maar in Duitsland hebben ze gewoon geen wegenbelasting. Dan zijn de auto's ook gewoon super goedkoop. Je wil daar bijvoorbeeld een BMW'tje kopen, nou, dat is daar helemaal niet zo duur. Zoals ik was laatst ook een keer in Berlijn op excursie met school, was ook super leuk. Je zag daar echt de dikste auto's rondrijden, Ferrari's, Lamborghini's, van alles, was super chill. Vooral die excursie was ook super leuk, maar daar zal ik het op mijn eigen kanaal wel een keer over gaan hebben als jullie dat zouden willen. En ja, maar dat voor de rest niet meer over wat voor raar land Nederland nou eigenlijk is. Ik ga het nu even hebben over wat voor gamer ben ik nou eigenlijk. Wat voor games speel ik, wat voor games vind ik niet leuk. Nou, wat ik dus leuke games vind is, nou zoals je hier ziet, Call of Duty vind ik super leuke games. Af en toe ook niet, af en toe is het ook fucking frustrerend. Je wordt af en toe zo boos dat je gewoon wel je toetsenbord even controle naar de tyfus wil gaan slaan. Maar ja, dat kan je beter niet doen, want dan kan je helemaal het spel niet meer spelen. Maar af en toe heb ik de neiging er wel naartoe. Vooral bij Black Ops 2, dat is zo'n frustrerende game. Dat is niet normaal gewoon. Het is een vallende Call of Duty. Het is de slechtste Call of Duty tot nu toe, vind ik. Veel meer mensen vinden dat. Het is niet zo van, ja, je bent het weer zeker met de King of zo. Nee, dat is zeker niet zo. En ik vind het ook echt geen leuke Call of Duty. Het is gewoon, ja, het is een hele rare Call of Duty. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, MW3, dat vind ik wel een hele leuke Call of Duty. En Black Ops 1, dat zijn mijn leukste Call of Duties. En Call of Duty 4 is ook wel leuk. En World of War, maar dat is meer de zombie modes. Daar kan je custom maps voor downloaden. En al dat soort dingen. Dus Call of Duty vind ik leuke games. Omdat, ja, gewoon lekker shooters. Battlefield 3 vind ik ook leuk. Ook een leuke shooter natuurlijk. Battlefield 4 komt binnenkort. En hier had ik mijn MOAB. Ik ging net niet dood zoals je zag. Maar in ieder geval, het is een beste MOAB, vond ik wel. En in ieder geval, Battlefield 3 vind ik ook leuk. En Battlefield 4 komt er ook aan. En Call of Duty Ghost ook. Maar wat ik van Call of Duty Ghost moet gaan denken, dat weet ik nog niet. Want ik weet nog niet eens of ik ga kopen. En GTA 5, daar, die komt binnenkort ook. Daar kan ik echt niet op wachten. Dat is echt een game waar ik gewoon echt, echt, echt niet op kan wachten. Helaas, ik ben een PC gamer. Dus komt die 6 maanden later voor de PC als het goed is. Dus als je nou ook een PC gamer bent, dan weet je dat nu. Maar in ieder geval, GTA vind ik dus ook leuke games. Ik ben meer een beetje een GTA slash Call of Duty speler. En League of Legends, dat vind ik totaal geen leuke games. Zoals League of Legends, dat soort spellen. Daar snap ik echt helemaal niks van. Maar oké, het zal wel. In ieder geval, van die games snap ik niks van. Je weet wel, League of Legends, Dota 2, al dat soort spellen. I don't know. Ga mij er niet mee lastig vallen. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb het één keer geprobeerd. Maar ik dacht, na één dag, hey, laten we het spel weer verwijderen. Ik snap er helemaal niks van. Dus fuck dat spel. Ik ga lekker weer Call of Duty spelen. GTA. Minecraft natuurlijk is ook een leuke game. Lekker bouwen. Wat je zelf wil. Maar in ieder geval, hier zit de gameplay er bijna op, geloof ik. Want host lieft helaas. Dus de gameplay zit er bijna op. Want straks lieft de host. Volgens mij als ik hier het trappetje oplopen, dan naar links gaan, dan zit de host erop. Nee, er zit de game erop. De host zit er niet op. De host gaat weg. Kijk, hier gaat hij weg. Let op. Hij gaat nu weg. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik genoeg informatie over mezelf heb gegeven. Maar als jullie nog meer informatie over mij willen weten, dan moet je dat gewoon even zeggen. En we gewoon even naar mijn kanaal gaan. Dat zou ik ook super leuk vinden. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Bedankt Team Dief dat je deze video wou uploaden voor mij. Laat even een duimpje omhoog achter voor Deleten, oftewel Team Dief. En ik zal het ook super chill vinden als jullie een duimpje zouden doen. En abonneer natuurlijk ook op Team Dief. En ook op mij. Je kan gewoon even kijken op mijn kanaal of je het leuk vindt. En dan zie ik jullie misschien volgende keer wel op mijn kanaal. Of misschien ooit nog wel een keer op Team Dief. En dan zeg ik nu, later mensen.